Welkom in Ushuaia. Dit is de meest zuidelijk gelegen plaats van Zuid-Amerika. En de Argentijnen noemen dit dan ook terecht Fin del Mundo, oftewel het einde van de wereld. Voordat we Ushuaia weer achter ons laten, brengen we een bezoek aan Glacier Martial. Vanaf het hoogste punt van de gletsjer heb je een prachtig zicht over de stad en over de baai van Ushuaia. Om 4 uur melden we ons in de haven en gaan we aan boord van de professor Molchanov. Om 5:30 worden de trossen losgegooid en verlaten we de haven van Ushuaia. Langzaam varen we het Beaglekanaal in. Gelukkig voor ons liet de Drakenpassage zich deze keer van een goede kant zien. Omdat het zulk mooi weer is, brengen we het grootste deel van de dag door op het bovendek. Is trouwens een hele goede manier om aan je zeebenen te werken. Tijdens de oversteek worden we in de gelegenheid gesteld om diverse lezingen bij te wonen. We zouden bijna vergeten dat het vandaag 31 december is. En terwijl binnen in de bar de voorbereidingen worden getroffen voor het oud en nieuw feest, verschijnen buiten aan de horizon de eerste ijsbergen. Na 2 dagen varen over de Drakenpassage zijn we eindelijk aangekomen bij het Antarctisch Schiereiland. Helaas voor ons gaat de eerste landing, die gepland was bij Brown Bluff, niet door. Het weer is plotseling omgeslagen en het is niet veilig om de stap van de boot naar de Zodiacs te maken. Uiteindelijk maken we een bootcruise over Weddellsee. Fantastisch. Helemaal te gek.
De volgende ochtend maken we onze eerste Zodiac Cruise. We varen langs schitterende ijsbergen en genieten van de pinguïns op de rotsen. En we zien zelfs de eerste fur seal van het seizoen. Oh, it's cool. Wow. First one of the season. Aan het einde van de dag gaan we voor het eerst aan wal. Onze eerste landing is in Mickelson Harbor, een eiland dat voornamelijk een broedplaats is voor gentoo penguins.